Marianne, weet jij nog welke fiets je uit het schuur moet pakken als je wakker wordt? Ja, gelukkig krijg ik daar enigszins hulp mee van de mechaniekers en de begeleiding. Maar ja, de wegfiets voor deze keer. De wegfiets dus, de discipline die zo onder vuur ligt. Ook een peloton vrouwen in Drenthe besprak één thema. Nou ja, hoe verrot de wielersport was dus in die tijd. Dat is echt ongelooflijk. Daar valt mijn mond echt van open. Na de dopingbiecht van Bogert komt er nog meer. En zo ja, wie? Generatiegenoot en thans ploegleider Koos Moerhout wilde niet reageren. Omdat ieder woord toch in twijfel wordt getrokken. Buiten de camera om ontkent hij gebruik van doping. Vos vroeg het hem ook. Ik heb ze hem inderdaad gevraagd. Ja goed, dat hoort erbij. En ik ga toch altijd uit van de goedheid van de mensen. Ja, al inderdaad verlies je wel enigszins je naïviteit op dat vlak. Maar nee, ik ga ervan uit dat hij eerlijk is. Dan de koers. 141 kilometer. Veel wind, veel valpartijen. De regenboogtrui kiest met nummer 1 op de fiets haar positie. Want het wordt een massasprint in Dwingelo. Vos stapte van de mountainbike, trainde maar één keer op de weg, kwam naar Drenthe en... Die overstap viel dus wel mee. 1 Vos, 2 Bronzini. Ah, het is wel hectisch in het peloton en dat is altijd even wennen. Dit continu alert zijn en 140 kilometer en dan toch met niet al te hoge temperaturen, dan kruipt het toch wel in het lijf. En zodoende kon ik op die machtensprint goed aan.